10 minuten. Dan bent u voorgoed van me af. Open. Ja, meneer. Waar blijft mijn koffie? Oh ja, tuurlijk. Moment. Ik laat het echt niet gaan. Wat dat betreft verschil ik niet zoveel van een echte ster. Echte sterren laten elkaar niet vallen. En ik mijn vrienden niet. Ik kon zo je niet laten stikken. Ik heb absoluut geen behoefte om weer over dat pijnlijke incident met dat sneuwe meisje te praten. Ik heb haar, als een echte stern, op alle mogelijke manieren gemanipuleerd. Haar relatie is er zelfs aan kapot gegaan. Je hebt er een gigantische puinhoop van gemaakt. Je hebt zelfs een opportunistisch vrouwtje in Delfzijl geld aan je laten verdienen. Ik heb het geprobeerd met je. Maar je mist de intelligentie, de aanleg, het instinct. Jij zal nooit iets in het leven bereiken. Nooit. Maatschappelijk niet en financieel al helemaal niet. Niet alles draait om geld en aanzien. Alle herinneringen aan mijn kindertijd. Ik zou ze allemaal inruilen voor één herinnering aan iets liefs. Aan een omhelzing. En dat ik één keer in mijn vaders of moeders ogen had gezien dat ze van me hielden. Er zijn een heleboel mensen groot geworden zonder die herinneringen. De enige die me in ieder geval nog het gevoel kon geven dat ik hem trots kon maken. Weet u nog dat hij mij meenam naar de golfclub? U legde alles heel geduldig uit en toen ik sloeg, ik sloeg een all-in-one. De hele middag heeft u aan iedereen verteld dat joch, dat is nog maar 10. Zo trots. Dat betekende alles voor me, opa.